Shaboom. If I could take you up in paradise on the road, shaboom. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, tra-la-la. Me again, oh, life could be a dream. Shaboom. If only all my precious plans would come. Welkom in de kop van de koers. Mijn naam is Bart Bogaert. Ik maak in het dagelijkse leven radioreportages. Maar vandaag ben ik jullie sportdirecteur. Vandaag zit ik in jullie oortjes. En ik kan nu al zeggen, het wordt een stevige koers op een grillig parcours. Dus luister goed, het zal nodig zijn. Ze hebben het ons op één punt wel gemakkelijk gemaakt. Het parcours is onderverdeeld in kleuren. De kleuren van de regenboogtrui, de trui van de wereldkampioen. Iedere kleur verwijst naar een personage dat u zal meenemen in zijn of haar wiel. Uit de wind dus, als dat geen cadeau is. We beginnen met geel, de belangrijkste kleur in de koers. En geel is de kleur van Roger de Kock, de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Maar voor u uw pedalen inklikt, nog één ding. De klank start wanneer u de bovenkant van uw bakje naar het luisterpunt richt. Oké, maak u breed. Wring u naar een goed plaatsje. We gaan eraan beginnen. Als Roger de Kock vertelt over de koers tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog, krijgt hij van die kraaienpootjes rond zijn ogen, lachrimpels. Je kan alleen maar luisteren naar zijn verhalen in sappig West-Vlaams die altijd beginnen met "kon ik het zeggen niet?" en die bevolkt worden door figuren die nog altijd tot de verbeelding spreken. Louison Bobet, Gino Bartali, Fausto Coppi, Stan Okkers, Rick van Steenbergen en Brik Schotten. Treed binnen in de wereld van een kermiscoureur die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Nice won en getuige was van een van de meest tot de verbeelding sprekende anekdotes uit de geschiedenis van de Tour de France. Ik demareerde onweerstaanbaar en ik ben in 52 de Ronde van Vlaanderen. 6 april 1952. De weersomstandigheden zijn apocalyptisch. Water, gieten, regen, tot en met hagelsteen. De Ronde van Vlaanderen start in Gent. Hier vlakbij, bij het Sint-Pieterstation. Er is een massa volk komen opdagen. Roger de Kock kleedt zich samen met zijn ploegmaat Valère Olivier om in een café. Voor de station, een café Metropool. Roger wordt in café Metropool aangeklampt door een apotheker, Marcel Cardoen. Zeg altijd meneer Marcel, nee, Marcel Cardoen. Ik weet het, u hoort koers, u hoort apotheker en u denkt meteen doping. Maar niets daarvan. Marcel Cardoen heeft een eigenaardig voorstel voor Roger. Zegt hij tegen mij, maak een renvrienden, zegt hij. Roger moet al zijn kleren uittrekken. Moet me volledig uitkleden. Volledig. En meneer Marcel wrijft hem van kop tot teen in. Volledig. Met een zonderlinge zalf. Zo klaar of weet niet wat, olieachtig, tot aan mijn oor, tot aan mijn groentje. De behandeling gebeurt in volmaakte stilte. Alleen op het einde spreekt meneer Marcel profetische woorden. Ga je vandaag geen kool in? Het lijkt hoogst eigenaardig, want als de renners vertrekken hier in Gent,
Voor hun tocht van 270 kilometer vriest het, hagelt het, sneeuwt het. En we komen de grote banen, naar Sleidingen, waarschuwt daar niet. En vandaar, ik loop Moldaan naar de kast niet nokken. We staan de toerhoed in Roeslaar niet. En het wordt een echte afvalrace. Maar 43 van de 210 gestarte renners zullen aankomen in Wetteren. Nog voor de oude Kwaremond is het kaf van het koren gescheiden. Van Steenbergen, Impanis, Louison Bobet, Burks, een beetje Quaremma. Als Louison Bobet, de Franse kampioen, net voor de muur van Gerardsbergen aanvalt, Bobet is waar, lijkt de koers beslist. Maar in Wichelen zien de achtervolgers hem plots voorovergebogen over zijn stuur langs de kant van de weg staan. Dat klopt van Namer of zoiets, ik weet het niet. Bobet geeft verkleumd op. En toen waren ze nog met vijf. Petrucci. Loretto Petrucci, gevaarlijk heerschap, won 2 weken daarvoor nog maar Milaan-San Remo. Uitstekende sprinter. Brugschotten. In zijn favoriete koers. Wim van Aerst. De Nederlander die het jaar daarna de ronde zou winnen. Belet. Een Franse outsider. En Exarve. Onze held. Ik nam maar één wiel in Doha en dat was het wiel van Petrucci. We zijn in Wetteren, de aankomstplaats. 68 jaar later ziet Roger het nog voor zijn ogen gebeuren. Brik al gedemarreerd, keihard. En ik zie, je pakt 1, 2, maximum 3 vis lengten. En ik in het wiel van Petrucci. Ik zie dat hij alles moet doen voor die demarrage van Brik. Het niet te doen voor op het wiel te komen. En ik kom erop, ik demarreer om met de links. Onweerstaanbaar, zie maar die spandoek voor mij. Ik zie niemand meer en ik ben in 52e ronde van Vlaanderen. Petrucci tweede, Brugschotten daar. Met dank aan die rare apotheker en zijnzelf. Ah, wel, ik kan je zeggen, Marcel de Mulder, Marcel stond uit de been, riet. En ik, dat loeide nog altijd van mij. Kijk, hier de ronde van Vlaanderen. Langs de bussenstoven gezeten. Nee? Dat was product wat Marcel mee invreef voor de wedstrijd. Zo'n stofzakje dat de coureurs tijdens de koers aangereikt krijgen. Je weet wel, met van die gelletjes en nog een bidon met isotone dorstlessers en met krachtrepen en zo. Ah, wel, dat heet een musette. Ik zeg het maar, omdat dat nog veel te weinig algemeen geweten is. Maar in de tijd van Roger bestonden nog geen musettes. Dan moesten renners 's ochtends voor ze vertrokken thuis nog zelf voor hun eten zorgen. Je moet eens meekijken naar wat Roger zo allemaal in de achterzak van zijn wollen koerstruitje propte. Ik laat dat wel uit beneden. Dat geloven we graag, Roger. 4 stekjes zoete koeken, die daar confituur thuis. Ongeveer een karkertje vijgen. Een regel van 20 tegen suiker. Een ristartje of 2, 3. En dat was alleen voor tijdens de koers. Een uur of 3 voor de koers legde Roger een stevige fond. 2, 3 boterham met die busdekken. 3 uur voor de koers. He. Roger kon daar makkelijk aan geraken. Hij werkte in het begin van zijn loopbaan nog als beenhouwersgast. En hij nam die biefstukken dan mee naar de koers. Met een stek boter erbij? Uiteraard. En hij liet ze bakken door een bereidwillige waardin van een café in de buurt van de start. En ze brachten die biefstuk. Zo ze konden het moment daar 4 taloren zaten op die tafel. Ze zaten 4 rassieren en dat waren biefstukken voor mij. Met 4 biefstukken. En wat bruine boterhammen moesten dan wel lukken, dachten ze dan. Natuurlijk, de eerste 20, 30 kilometer, ze roerden om de kalkoen nee, van die bustijden. Nee. Maar dat gold natuurlijk voor iedereen, dus dat kon geen kwaad. Ja, dat was de mode. Minder in de mode dan nu, bananen. Ik heb 20 jaar gekorst. Ik kan van mijn leven de banaan heen. En ook in de winter, toen Roger niet koerste, lette hij op zijn eten. Het seizoen van de koersen dan was.
had ik alle dagen één of twee pekelharing. 'S Morgens op mijn achtermogen. Met een droge bruine boterham. Omdat dat, ze zeiden dat dat de zon was in de winter. Een dokter die een oogje in het zeil hield, ja, die was er al helemaal niet. Absoluut niet. Dat heb ik daar nooit geweten. Van hen, dat bestond niet. Dat heb ik nooit onder andere gezien van een dokter. Ik heb 20 jaar wielrenner geweest. Maar bij Roger's ploeg was er wel Arthur van Izegem. De Arthur van Izegem. Wat kon ik zeggen? We worden met de wagen gemasseerd. Bijvoorbeeld Paris-Nice. Het was een masseur mee. Maar dat was Arthur van Izegem. Dat was juist achter de koers massage. En voor de koers massage. Maar verder. Eén klein probleem. Ik ben net of ik niet geleerd. Maar bon. De man deed zijn best. Het voelde goed en... Waar ben je er al vrij content van? En is dat niet het voornaamste? ...1942. Een jongen fietst over slechte wegen vanuit Menen kilometers en kilometers in weer en wind. Met de fiets naar Ypres-Poperinghem en de klanten in Watou. De jongen heeft net aan zijn meester in de vakschool gezegd: ik stop ermee, ik ga geld verdienen. Kom maar naar school met je, dat ga doen. En dus gaat hij in Watou tarwe kopen. Op een boerderij. En de boerin, ik zie me nog altijd, niet, dat was zwafzeers, 3 koppen groter of ik had, kreeg ik daar 50 kilo tarwe. En zoals hij gekomen was vanuit Menen, rijdt hij ook terug naar Menen. 50 kilo op de fiets, 40 kilo van achter en 10 kilo achter de hiddop. En dat 6 dagen op 7. Dat ik moest zeggen, 100 kilometers deed op een dag. Die jongen is een jaar of 14, 15. Hij heet Roger de Kok en zal minder dan 10 jaar later de Ronde van Vlaanderen winnen. En om een keer kreeg ik van mijn vader een corsello. Nee, en een spoentruikje. Ik heb daar foto's van. En dat staat erop. Jam. J-A-M. Spoentruikje. Ik zei tegen hem, ga gaan koersen. Sander en Daags is er koers in Bijtem bij Roeselare. En aan de start staat Roger met zijn nieuwe koersfiets waarmee hij helemaal van Menen naar Bijtem gefietst is. Met zijn truitje van Jam en met een voetbalbroek van Sporting Club Menen. Want een koersbroek was vader de Kok vergeten te kopen. 77 jaar later. En Roger zou het parcours, in totaal 75 kilometer, nog altijd kunnen fietsen. De depart aan de Karke van Bijtem moesten we onmiddellijk links tot aan Bijtem Station uitkomende op de baan Mien-Roeselare naar Moersleden. Onmiddellijk achter een draai. Nee, dat was een lokale ronde. En dat was alles is 75 kilometer. En ik was de 6e. 6e in Bijtem, veelbelovend. Zou hij het Sanderdaags nog eens proberen? Dan is het in Gullegem te doen. Sanderdaags was de rode prijs, roodmoeders koffie. Natuurlijk wel. En hij weet zelfs al supporters op te scharrelen. Mijn vader en de buurman, met mijn kameraden, met 4 naar Hullegem. Die winter, Roger de Kok, de 2e wedstrijd en al de overwinning. De vele tochten met kilo's tarwe op de fiets lonen meteen. En het smaakt naar meer. En er komt meer. Roger wint op zijn 16e zijn eerste koers. De grote prijs grootmoeders koffie in Gullegem. Betrien, dan naar wie? Wie wint er? Roger de Kok. En die overwinning zou het leven van Roger drastisch gaan veranderen.
Hij krijgt in Gullegem een ruiker bloemen. Prachtige bloemtuin. Met die palmsdorbaten. Ik ken zeker meer dan 50 jaar thuis zijn. Maar ook centen. Veel centen. 650 frank. En wat hij ook krijgt, de goesting om verder te doen. Kan ik zeggen, ik heb toen van mijn vader het een of het ander moeten doen. Voetbal en mee gaan werken naar de fabriek of koers. In zijn eerste 4 jaar combineert hij de koers met zijn job als beenhouwersgast. Geen probleem, van mijn bus straks gemeten en naar de koers. En hoe meer Roger koerst, hoe meer hij wint. Op zijn erelijst de omloop van de zeekust. De vijf bergen omloop van Moeskroen. Het criterium van Helkijn. De premies van 650 frank stapelen zich op. Bozin, kom meer haal dan mijn moeder. Eind jaren 40 rijgt Roger de overwinningen aan elkaar. 28 stuks in 1947, 18 in 1948, 11 in 1949. Zijn prijzengeld investeert hij stelselmatig in degelijk materiaal. Mijn fiets kostte toen de tijd 8 frank. En ik kocht 2 tubben. En dat was 1500 frank van een tubbe. De koppeltum kostte een beetje zoveel of mijn fiets. Als je wint, heb je vrienden. En in zijn geboortestad Isegem, waar Roger vanaf 1950 opnieuw gaat wonen, komt er een supportersclub. 400 leden. Als ik dan een dubbel nodig had, kost ik de supportersclub aanspreken. Nog in 1950 tekent Roger zijn eerste profcontract bij het Franse merk Alcyon. Dat was toen 3 frank. Wat hij dan nog niet weet, is dat de streekrenner en held van de kermiskoers zich minder dan een jaar later zal meten met de absolute wereldtop in een van de zwaarste rittenkoersen van het voorjaar, Parijs-Nice. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Mesdames et messieurs, voici les résultats. Premier Le Bel, Roger de Kock, avec 11 secondes sur Tessert. Als koersdirecteur Jean Le Liot in 1951 de einduitslag van Parijs-Nice afroept, valt iedereen stijl achterover. Roger de Kock, dat baasje, dat onbeduidende rennertje, de piccolo, heeft zo pas wereldtoppers als Louison Bobet, Gino Bartali en Pierre Barbotin verrast en Parijs-Nice gewonnen. Met 8 seconden heb Lucien Tessert, de Fransman. Voor Roger, hij is op dat moment pas 24, is het de definitieve doorbraak. Na de tweede van 6 etappes, in vreselijke omstandigheden. Als je slecht weer, even gewend. Staat hij al in het geel. Zijn ploegmaten in het team Bertin, toppers als Albert Sercu, Valère Olivier, Albert Ramon, André de Klerk en Maurice Blomme, hebben dan al onderkoeld opgegeven. Zo dat mag. S'avonds in het hotel, dat ik daar alleen in een restaurant zat met mijn ploegbaas André Bertin. De vedetten zien het zitten. En zei, we gaan dat koerertje door, dat baasje, we gaan naar huis rijden. Nee. Maar dat is dus buiten Roger de Kock gerekend. In de laatste rit naar de Promenade des Anglais ziet het er nog even slecht uit. Roger focust te veel op het wiel van Pierre Barbotin, de tweede in de stand op dat moment, en hij mist de juiste vlucht, die met Lucien Tessert, die voor de laatste rit op 12 minuten staat. Net voor Nice ziet het er uitzichtloos uit. 17 minuten achter de carré. Maar Roger is berensterk op de laatste beklimming van de Col de Turbie, de laatste hindernis in deze Parijs-Nice. Ik moet eerlijk zeggen, je kreeg zozeer Barheb of Bartali. Bij aankomst in Nice komen journalisten hem feliciteren met zijn tweede plaats. Proficiat, ze lag tweede in het klassement, ze tweede in het klassement. Wat formidabel gezien en dan zie je. Maar dan komen de verlossende woorden
door de megafoon. Premier Lebel, Roger de Kock, avec 11 secondes. Omdat Lucien Tessere, een notoire slecht verliezer, op dat moment al met de noorderzon vertrokken is en met de officiële ruiker bloemen, komt een vrouwelijke supporter Roger nog vlug wat bloemen overhandigen. Van die hele bloempjes, ik weet niet hoe dat ze dat nu noemt, ik kan er nu niet heb, kom die namen. Mimosas waren het, als ik het goed heb. En de gele trui, die heeft Tessere ook mee. Maar dat kan Roger, zelfs 69 jaar later, nog altijd geen bal schelen. Dat was niet nodig, ik wou er zelf over vieren, nee. En zo, ik was de overwinnaar van Parijs-Nice. Als u al wat meer jaren op de teller heeft, dan kent u zonder twijfel deze reclameslogan van het horlogemerk Pontiac. 70 meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep. Er hoorde een foto bij van een renner die wenend uit een ravijn klautert. En voor u denkt dat ik het over onze vriend Roger de Kock heb, nee, hij was het niet. Het was de Nederlander Wim van Est. Maar Roger is een sleutelfiguur in wat niet minder dan een heldenverhaal is. Wel, ik kon je zeggen, ik was de ene renner die bij de Wim was. Het gebeurt in de afdaling van de Obisque in de Tour van 1951. Wim van Est rijdt als eerste Nederlander ooit in het geel en Roger is samen met hem bovengekomen. Een minuut achter een kopgroep met onder andere Fiorenzo Magni. Van Est is nerveus. Met een hele trui. In een van de eerste bochten bergaf gaat het al fout. Een borduurke op de rand van de ravijn komt in dat daartegen. Ik volgde hem op 20 meters en ik zag net zijn hele trui. Roger moet in een fractie van een seconde een overweging maken. Toen dacht ik vijfde of zesde stond op dit moment. Als hij stopt, verliest hij zijn mooie plaats in het klassement. Maar als hij doorrijdt, zal niemand ooit weten waar Wim van Est ligt. Stop ik het niet. Is er niemand in de wereld die weet wat dat Wim de hele trui is, het genoom ikzelf. En Roger stopt. Hij zwaait en roept naar een paar renners die achterop zijn, maar zij rijden gewoon door. Ik zeg, Wim van Est leidt hier in de ravine, maar niemand die reageert daarop. Uiteindelijk is het de leider van de Belgische toerploeg Sylvain Maas die stopt. Wat doe je hier? Hij gaat op zoek naar hulp, maar niet zonder Roger weer op zijn fiets te zetten. De koers gaat door, nietwaar? Terwijl Roger met de daver op het lijf de Obisque verder afdaalt. Je kunt op wat pijn uit de Monaco naar beneden komen. Trekken omstaanders met aaneengeknoopte tubus de geblutste gele truidrager uit de ravijn. Roger verliest een prachtige plaats in de eindstand. Ik heb toen die dag 25 minuten verloren. Die dag vloog naar de 39e plaats. Maar houdt er een vriendschap voor het leven aan over. Het is hier in Gent dat het voor Roger de Kock ophoudt. De omloop Het Volk van 1962 is zijn laatste koers. Ik heb daar tot besluit te komen. Als ik in Gent kwam, ik zei, het is hier gedaan. Roger is nu bijna 35 en hij voelt de jaren stilaan. Versleten tot hem draad was ook wel de hele tijd niet. Maar het beste van mij was eraf. Bovendien was hij dan al aan zijn tweede leven begonnen. Dat van cafébaas, van een heel druk en succesvol café. In de 61 hebben we er de overname gedaan van café De Wilde Man. De Wilde Man in Tielt. Een café dat hij zou blijven uitbaten tot aan zijn pensioen. Maar het zat er dus al langer aan te komen, dat afscheid van de wielersport. Een paar jaar eerder, toen hij op de terugweg was van een boodschap, was hij zwaar ten val gekomen. Over de kop, neuzen gebroken, schedelbreuken,
Het witte troon, genooid, dat lag dood. Van de verpleegster krijgt de pasgenaaide Roger nog een mooi compliment. Dat is goed erop van de kleren mogen reizen. Als je het geluk hebt om dicht bij Roger te komen, kan je het litteken nog altijd zien als hij lacht. Naast de lachrimpels en de kraaienpootjes. Als hij nog maar eens over Parijs-Nice en de Ronde van Vlaanderen en Wim van Est en de grote prijs grootmoeders koffie kan beginnen. Maar mijn carrière heeft rapper geëindigd op dat voorzien. Gewoon eens aan, ik heb veel meegemaakt. Ik was 13 jaar uit oorlog gebroken. Ik heb goede commerce gedaan in oorlog. Ik heb 20 jaar wielrenner geweest. En denk, kan hij daar geen moment hebben gepijst of gedaan. Met welke studies kan ik in het wielrennen belanden? Dat was de enige vraag die Ivan van Mol bezighield toen hij zijn studiekeuze moest bepalen. Het werd geneeskunde. En hij belandde in de koers. En 40 jaar later zit hij er nog. Hij is de Nestor van het wielrennen. En door zijn rol als ploegarts is hij de ideale figuur om het wielrennen van binnen en van buitenaf te bekijken. Zet zich recht. Tom Boone komt eruit. Tom Boone pakt nu over. Tom Boone over Valverde. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boone gaat wereldkampioen worden. Tom Boone gaat wereldkampioen worden. Tom Boone op 1. Tom Boone op 1. Tom Boone is wereldkampioen. Niet te geloven. Tom Boone is... Tom Boone is iemand die vanaf zijn jeugd al zeer zelfbewust geweest is, zonder arrogant over te komen. Dat is altijd zijn grote kracht geweest. Hij wist wat hij wilde, hij toonde dat ook aan de buitenwereld, hij deed wat hij wilde, maar hij was nooit arrogant. Hij kon het op zo'n manier overbrengen dat iedereen hem in de armen sloot, vanaf het begin. Tom won zijn koersen, Tom was geliefd. Tom won meer koersen, Tom werd aanbeden. Tom had problemen met zijn cocaïnegebruik, werd gestraft, werd naar beneden gehaald, maar de eerste wedstrijd dat Tom won, werd hij opnieuw in de armen gesloten. Ik ken Tom van toen hij 14 was. Ik heb zijn vader gekend. Ik ben altijd kort geweest bij de familie. Als je dan ziet dat je iemand kent van 14 jaar die achteraf op zijn 22 wereldkampioen wordt, ja, dat doet toch iets met een mens. Een jonge kerel is nu helemaal opgestaan. E3 winnen, ja, oké. Okay. Schilderprijs winnen, Gent-Wevelgem. Het is fantastisch. Maar dit komt daar 5 trappen boven. Tom Boone wint de Ronde van Vlaanderen. En er is nog maar 24. Als je dan ziet het jaar erachter dat hij als wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen wint. Tom, die een sprinter is, die alleen aankomt in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat schept niet alleen een band, maar dat schept ook een zekere vorm van fierheid. Je moet daar eerlijk in zijn. Elke keer als de wedstrijd gedaan was, focuste hij al op de volgende. Dat betekende dat hij niet bleef stilstaan met een nederlaag, maar dat hij de volgende wedstrijd al aanzag als een wedstrijd die kon gewonnen worden. Terwijl veel renners blijven hangen in de nederlaag. Goedemorgen, het nieuws. Wielerploeg Quickstep overlegt op dit moment over kopman Tom Boonen. Die is 2 weken geleden betrapt op het gebruik van cocaïne bij een dopingtest buiten competitie. Het is al de 2e keer dat Boonen tegen de lamp loopt. Tom heeft uiteraard een paar moeilijke momenten gehad in zijn carrière, om een naam te noemen. Hij heeft 2 keer betrapt geweest op cocaïnegebruik. Wat wij wel zagen, dat was dat in tegenstelling met Frank, Tom kwam altijd naar de wedstrijden en Tom was in orde. Dus dat wil zeggen dat je met iemand te doen hebt die leeft voor zijn vak, die traint. Maar natuurlijk, je kunt je in de plaats van Tom stellen. 3, 24 jaar, heel Vlaanderen hangt rond u.
alle vrouwen zijn gek van u en uw moeders zijn gek van u. En je begint dingen te doen die misschien, of die zeker niet voor een wielrenner aangewezen zijn. Maar wanneer er moest gewerkt worden, viel Tom opnieuw in zijn plooi en begon hij opnieuw te trainen zoals iedereen, zonder problemen van motivatie. Want Tom is altijd tot het einde van zijn carrière gemotiveerd geweest. De enige schrik dat we hadden, dat was dat hij ging zwaar gestraft worden, dat dat zijn carrière ging heel veel schade berokkenen en dat hij dan misschien zo de weg zou kwijtgeraken. Maar niet door het feit dat hij uitging en hard leefde, dat niet. Ja, ik had een heel goede band met Frank. In die mate zelfs dat Frank op een bepaald moment hier als zoon des huizes ontvangen is. En ja, die hele situatie is voor mij heel moeilijk geweest om te dragen, omdat je toch zag dat Frank jaar na jaar moeilijker had om een structuur te houden, om enige continuïteit in zijn leven te houden. En je zag hem echt jaar na jaar afglijden en dat was wel pijnlijk. Op een bepaald moment gaat het over van de hoop dat je iemand op het rechte pad kunt houden tot de machteloosheid van moeten te erkennen dat je eigenlijk geen vat hebt op iemand zijn persoonlijkheid. Op dat moment is dat eigenlijk al een soort van afscheid nemen. De afscheid nemen dat er dan achteraf ook spijtig genoeg moeten gebeuren is, maar waar dat ik eigenlijk al afscheid van Frank genomen had, omdat ik vreesde dat ging gebeuren wat er gebeurd is. Wielrenner Frank van den Broeke is overleden. De renner was doodgevonden in een hotel in Senegal waar hij op vakantie was. Hij zou bezweken zijn aan de gevolgen van een longembolie. Ik ben eigenlijk nooit echt boos geweest op Frank. Uiteindelijk is dat geen boosheid, maar een ontgoocheling. Maar ook een ontgoocheling in jezelf, omdat je niet kunt helpen. In 1998 is Johan zwaar gevallen in een bos van Valers met een kniefractuur tijdens de bewuste Parijs-Roubaix. Ik kom op de kassei en ik denk aan misschien een 50 per uur. Maar ik voel vrij snel, die controle houden we niet. We vallen. En men meldt de opgave van Johan Musse. Hij zou bij een valpartij een verwonding aan de knie hebben opgelopen. Die knie is gehecht geweest, er is een plaaster rond gedaan. Ik vond dat toen al niet de beste mogelijke therapie. Ik heb dat ook gezegd aan een chirurg, maar die chirurg antwoordde mij, ja, ik ben niet de chirurg. Dus. Maar dan blijkbaar is er in die knie na een paar dagen een bacterie terechtgekomen die gangreen veroorzaakt heeft. En toen heeft Johan zeer slecht geweest, in die mate zelf dat wij vreesden voor zijn leven. 10 dagen later was het de Waalse Pijl en kreeg ik telefoon van het ziekenhuis, van Gent, Universitair Ziekenhuis toen, om snel op te gaan naar Gent, omdat ze van plan waren om het been van Johan te amputeren. En dan wonder boven wonder, ik kwam daar, de eerste wat de dokter me zei, we hebben geweldig nieuws, blijkbaar is van vanmorgen tot nu de medicatie aangeslagen. De koers is gedaald, de zwelling is aan het verminderen en we denken dat hij gaat genezen. Maar achteraf is dat een verschrikkelijke revalidatie geweest. Johan is eruit gekomen met een quadriceps van misschien nog 10 centimeter. De omvang van zijn bovenbeen was niet groter meer dan de omvang van zijn kuit. En wij hebben nooit gedacht dat Johan nog op topniveau zou kunnen koersen. Dan is hij terechtgekomen bij Lieve Maaschalk. En Lieve heeft hem geweldig kunnen motiveren. En Johan heeft toen geweldig veel afgezien. Maar alle moeilijke momenten is hij mede door de steun van Lieve is hij doorgekomen. En een aantal maanden later denk ik dat hij in augustus in Denemarken opnieuw begonnen is. Als je die knie zag, dat was ongelooflijk. En voor mij
is dat nog altijd de grootste prestatie die ik in het wielrennen gezien heb. Vooral in doorzettingsvermogen, in vertrouwen en in geloof in eigen kunnen. Je ziet dat wiel van Dillier voor je en je weet dat Sagan volle bak aan het geven is op kop. En eigenlijk zie je alleen maar die tuwen. Eén moment was er te veel aan. Dat was een moment dat hij nog eens goed doortrok. Lastige strook, net ervoor weggereden met Wout van Aert. En ik wist daar wel dat als we die strook overleefden, dat we een hele goede kans maakten om heel diep in de finale te geraken. Op de stroken ervoor zat ik iets te ver. Dan moest ik natuurlijk rechtzetten erachter en dat was niet simpel. Donc voilà, après sur Paris-Roubaix, moi j'ai eu plus de la malchance que de la chance. C'était mon dernier Paris-Roubaix. C'était mon premier monument, la plus belle classique de toutes pour moi. J'avais pour objectif simplement de terminer la course. Le public était autour de moi, m'ont poussé et puis m'ont supporté. Je m'étais dit pourquoi pas les ovationner et les remercier à ma manière. Paris-Roubaix, c'est une course incroyable, c'est la plus dure du monde. Michael was verongelukt, maar ik was daardoor eigenlijk gewoon omdat ik volledig van slag was ver achterop geraakt. Dat zal hier al geweest zijn dat er mensen riepen van ja, kom aan voor Michael. En dus dat was voor mij een soort van, ja, eigenlijk wel een bezinningstocht naar de meet, want ook mijn been deed in de pijn, ik voelde eigenlijk gewoon niks. En ik ben gewoon zo naar de meet gebold en dat, ja, ik vond dat was eigenlijk een soort van mijn eigen, precies al een deel van verwerking, of moet ik het vertellen, dat ik absoluut die piste wou bereiken. Mijn vader was handelsreiziger en die had klanten recht over het café van Georges Claes. Georges die nog 2 keer Parijs-Roubaix gewonnen heeft in de jaren 40. En zijn zoon koerste toen bij de profs en ik was daar direct van weg. En ik ben dan eerst met mijn vader een aantal keer naar de koers gaan kijken en dan in de vakantie ging ik met Georges mee naar de beroepsrennerskoersen, naar de kermiskoersen eigenlijk. En zo ben ik in het wielrennen gerold. Ik ben terechtgekomen op het moment dat amfetamines nog in het peloton waren. In het kermiscircuit en circuit van de criteria werd er praktisch dagelijks amfetamine genomen. En dan moest je toch wel redelijk hard optreden om te zorgen dat dat eruit geraakte. Verzorgers hadden hier toen nog veel macht. Maar van het moment dat ik naar Italië gekomen ben, dan was de situatie totaal anders. Daar was het zo dat de arts mocht zijn rol van arts spelen en de verzorger die verzorgde. De situatie was ook veel gezonder, ook omdat de structuren veel beter waren. Ook omdat je
als arts in Italië een ganse jaar aan een ploeg verbonden was, terwijl je hier bij manier van spreken alleen aangenomen werd voor een ronde van Frankrijk mee te doen. Als je ziet wat er voor veranderingen plaatsgevonden heeft, ook qua voedingsadvies van in de jaren 80 tot nu. Ik herinner me, vroeger moest men voor de start, was het belangrijk dat er een goede biefstuk gegeten wordt. Ondertussen weet men dat koolhydraten veel belangrijker zijn voor de energie te leveren dan de proteïnes. Bij Splendor gingen ze een dokter meenemen. En zo ben ik in de ploeg geraakt bij Bert en de Kimper. Bert de Kimper was een Noord-Vlaming, een zeer zware man die bij manier van spreken in zijn wagen moest gehesen worden en er opnieuw uitgehaald worden. Ik zal me nooit vergeten, als ik naar Bert de Kimper ging voor de afrekening te maken van een Tour de France. Dat was toen 1000 Belgische frank per dag. Dat was dus 33.000 Belgische frank, omdat ik 33 dagen gerekend had. Maar Berten zei, nee. De dagen voordat je vertrok, die gaan we niet meetellen. De rustdagen tellen we ook niet mee. Je zei, er waren 21 ritten in de Tour, ik betaal 21.000 Belgische frank. Ja. Dat was de mentaliteit die er toen was. Eigenlijk als dokter ging je mee, ja, uit passie in die tijd. Ja, het was duidelijk dat in die periode dat Berten een paar protégés had. En die protégés, dat waren dan vooral de plankaars en die mochten zich alles permitteren. Ja, we hadden een goede ploeg, we hadden Sean Kelly, die toen 1 of 2 ritten won. En we hadden Planka die een rit won. We hadden Criquillon, Sven Aken Nilsson en Johan de Munck. Uiteindelijk wonnen we 2 of 3 ritten. En waren we met 3 man in de eerste 10 in klassement. Bij Del Tonge was de dokter gestopt en had dus op dat moment ook niemand niet om de begeleiding te doen. Ik had dan al een zekere ervaring, 21 dagen in de Tour, dat was mijn ervaring die ik had. Maar dat was blijkbaar al genoeg om toch als tweede dokter naar Italië te gaan voor een Italiaanse ploeg te werken. En ja, dan kom je in een totaal andere wereld terecht, waar dat ploegen geweldig gestructureerd zijn. Waar dat er in de plaats van 30 renners in een ploeg er 12 of 15 waren, die vanaf de maand januari wisten wat hun programma was. Waar dat er een begeleiding was, al met trainers. Waar dat er ook 3 of 4 vaste verzorgers waren en niet altijd mensen die naar 1 koers meegingen, dan weer andere mensen naar een andere koers. Ik zal niet zeggen dat er neergekeken werd op wat er in Vlaanderen gebeurde, want ze gingen natuurlijk ook een aantal renners vanuit Vlaanderen naar hen halen. Maar op dat moment was het toch wel zo dat de persoonlijkheid van een Italiaanse renner totaal anders was dan iemand van bij ons. De meeste Italiaanse renners hadden al in gestructureerde ploegen gereden in de jaren ervoor. En die kwamen als prof over en die hadden al een zekere
waardigheid, terwijl dat de meeste Vlaamse wielrenners, dat waren eenvoudige jongens. Ik heb Patrick Lefevre leren kennen eind van de jaren 80. En dan, een paar jaar later, als Del Tongo een fusie aangegaan heeft met GB, is Patrick bij ons gekomen, ik denk eerst als boekhouder. En dan is Patrick sportbestuurder geworden in de plaats van Roger de Vlaming. Patrick Lefevre was direct zeer autoritair met de renners, maar autoritair op een manier dat de renners dat konden aanvaarden en op een respectvolle manier, waardoor dat er eigenlijk een wederzijdse wisselwerking was die direct resultaten gegeven heeft. Maar ook als sportbestuurder was Patrick zeer goed. Hij kende de wedstrijd goed. En hij had autoriteit met de renners. De renners deden wat van hen gevraagd werd, zonder morren of zonder vragen bij te stellen. Ook omdat zijn adviezen altijd technisch zeer goed waren. De bus is voor mij eigenlijk de plaats waar ik mij het meest op mijn gemak voel. Ik had altijd gedroomd van, indien ik geen arts zou worden, van vrachtwagenchauffeur of buschauffeur te worden, omdat ik zo graag onderweg ben. Dus die bus is voor mij altijd iets speciaals. En vooral, de bus is eigenlijk een biotoop waarin dat de emoties het hoogste oplaaien. En je kunt ook in een bus kunt ook het karakter van een renner het beste doorgronden, want 's morgens zie je ze naar de koers rijden. Iedereen is daar op een andere manier mee bezig. Types gelijk Tom, die bleven altijd zichzelf. Die bleven grappen maken, die bleven hun muziek luisteren. Maar andere renners, die waren het uur voor de wedstrijd, die waren volledig in zichzelf gekeerd. Maar na de wedstrijd is het ook zo dat iedereen op een andere manier reageert. Zowel in ontgoocheling als in vreugde. Dat zijn types. Dan denk ik aan een Cavendish die zeer snel ontploft. En die zijn helm smijt en begint te roepen en te tieren op Jan en allemaal. Dat duurt dan 3 minuten, dan is hij kalmeerd, dan excuseert hij zich. En dan is hij weer zijn eigen vriendelijke zelf. Dan is hij weer met iedereen een dikke vriend. Dan heb je types gelijk Kittel, die eigenlijk op een heel andere manier omgaat met een nederlaag. Die komt een bus op, die is zeer stil. Ja, en dan voelt je zo na een tijd dat hij begint kritiek te hebben op de ploegmaat, dat dat nooit echt uitgesproken wordt en dat dat latent aanwezig blijft. En dan hoort je ook de dag later, ja, maar ja, voor Kittel werken is toch niet hetzelfde als voor Cavendish werken. Terwijl als je die mensen ziet als buitenstaander, dat je het omgekeerde denkt. En ook geleerde mensen in de bus het beste kennen. Hè. Je hoort ook met wat ze bezig zijn, naar wat muziek dat ze luisteren, wat ze aan het lezen zijn. Je hoort ook als ze naar huis bellen, wat er al dan niet problemen zijn. Je hebt types die een hele dag aan een telefoon hangen met thuis. Er zijn types die 2 of 3 minuten bellen. En zo leer je de mensen best kennen. Omdat je eigenlijk zit je met 7 man op 10 vierkante meter. Je rikt de massageolie voor de start en je rikt de stank van zweet na de aankomst. Wat allebei zijn charme heeft. Er is geen enkele renner die naar de profs komt om knecht te spelen. Iedereen die prof wordt in een Weltoerploeg denkt dat hij voldoende kwaliteiten heeft om op termijn kopman te zijn. Belangrijk is dat je als wielrenner zo snel mogelijk weet waar je plaats is en dat je je manier van rijden daaraan aanpast. En sommige renners hebben dat heel snel gevonden, zoals Tim de Klerk, die vanaf de eerste dag naar ons gekomen is, geen enkele ambitie had om koers te winnen, zich van de eerste dag volledig gegeven had voor de anderen en daar ook direct voor geapprecieerd geweest is. Een andere renner, zoals een Dries Devenijns, hebben het daar moeilijk voor mee gehad. Die zijn op een bepaald moment weggegaan om ergens anders kopman of mee kopman te spelen. Dat is dan niet echt gelukt, dan komen ze terug bij ons. En dan kunnen ze zich wel vinden in die rol.
En dan uiteindelijk is Dries uitgegroeid tot een van de beste knechten van het peloton. Een kopman dat is aangeboren, dat kun je niet worden. Je wordt bij manier van spreken geboren als kopman, je wordt geboren als leider. En je ziet dat dikwijls dat gasten die die ambitie hebben om leider te worden, om kopman te zijn, maar die niet die sterkte hebben, na verloop van tijd tussen twee stoelen invallen. Die zijn nog kopman, nog knecht. En dat is het ergste wat er kan voorvallen. De manier waarop dat er met die mensen omgegaan wordt, is niet anders. Een knecht krijgt evenveel tijd op de massage als de kopman. De knecht krijgt van mij evenveel aandacht. Als rondrenner moet je veel fanatieker bezig zijn met je beroep dan als klassementsrenner, omdat de eisen zoveel groter zijn. De koers wordt tegenwoordig meer en meer benaderd als een exacte wetenschap. En voor een aantal dingen is dat zeker positief. Voor de voorbereiding naar een grote ronde is dat heel positief. Maar dan heb je weer als nadeel dat je terechtkomt met ploegen zoals Ineos, waar iedereen zijn persoonlijke ambitie moet aan de kant zetten, waar hij weet, die dag moet ik zoveel watt trappen gedurende zoveel minuten, die dag mag ik relatief rust nemen, die dag moet ik daar opnieuw staan met mijn watt gedurende zoveel minuten. Is dat een goede zaak voor de koers? Ik denk het niet, dat is een goede zaak voor het resultaat. Gelukkig dat de mensen zoals een Van der Poel, zoals een Van Aert, zoals een Alaphilippe, die daar allemaal lak aan hebben, dat die eigenlijk het uithangbord van het wielrennen geworden zijn. En dat die eigenlijk voor het wielrennen aantrekkelijker zijn dan typisch gelijk een Froome of zoals een Thomas, die als ze ergens rondkomen zelfs nog niet herkend worden. Maar die wel winnen, maar inderdaad op een methodologische manier en niet vanuit de buik. Louis Vervaeke is eerlijk over angst in het peloton. Soms vraagt hij zich af of het allemaal wel de risico's waard is. Maar fietsen is wat hij al van kinds af wilde doen. Bij de belofte was hij een van de grootste talenten van zijn generatie. En toch werd het bij de profs niet wat iedereen verwachtte. Welkom in de kop van Louis. Wij woonden naast de fietspad, een fietspad eigenlijk. Een oud spoorweg waar dat dan fietspad wordt getrokken. En dan stonden daar altijd twee groene paaltjes. En dan trok ik altijd ook weer mijn handen in de lucht. En was ik altijd aan het oefenen, als ik ooit zou winnen, wat ik zou doen van overwinningsteken. Ik heb daar heel veel gedaan. En dan weet ik ook, als ik dat deed, dan keek ik altijd zo rap achterom van... Het was toch niemand achter mij dat dat gezien heeft, hè, maar... Nee, ik was wel stiekem eigenlijk veel aan het winnen op training, maar... Ja, ik denk dat was iets waar ik enorm naar uitkijk als jeugdtrainer, om ooit de koers te kunnen winnen, om te kunnen je handen in de lucht gooien en te voelen dat jij de beste bent. Ik heb vroeger altijd tennis gespeeld en het was mijn grote droom eigenlijk, was eerst een proftennisser te worden. Ik had één groot probleem met tennis, dan kon heel moeilijk tegen mijn verlies. En ik heb een paar finales gespeeld, maar telkens in de finale kwam ik eerlijk gezegd mentaal tekort. Nu kan ik dat zeggen, vroeger is het moeilijker. En dan heb ik gewoon een keer besloten om aan zo'n dikke bandenrace mee te doen als ik 14, 13 jaar was. En ik vond dat wel heel leuk. Ik was wel laatst of voorlaatst of zo, maar ik vond dat wel heel plezant. En dan ben ik er zo een beetje ingerold. Ben ik begonnen met cyclocross en dan op de weg wat kermiscoursen binnen Rijn bij de aspiranten. En dan, ja, ik heb dat gewoon heel plezant gevonden om te fietsen. Mijn grootste droom was gewoon een profrenner te worden. Dat was dat mijn job eigenlijk mijn hobby was, ja. Ergens diep in mij was het altijd realistisch. Ook al was dat duidelijk gewoon een kinderdroom, want dat zag er helemaal niet realistisch uit. Maar het begon een beetje realistisch te worden het einde van de juniorenperiode. Vooral als ik tweede jaar junior was, mocht ik meegaan met de nationale ploeg. En dan moesten we klimtesten doen, klimtijdritten. En toen reed ik in één keer de beste testen in het laboratorium. Toen reed ik de beste tijd op Ballon d'Alsace. En toen was ik van, wauw, kan ik toch met de fiets rijden? En voor mij was het dan zo van, oké,
Misschien lukt het wel een keer op een dag. Ja. In 2014 was dan het jaar van de doorbraak waarbij dat ik Ronde van de Lézard, Ronde van de Savoie won. Mm-hmm. Ben ik dan in juli ook prof geworden en dan heb ik in augustus een rit gewonnen in de Ronde van de Toekomst. Ik stond toen op dat moment denk ik 7e in mijn klassement, dag van de laatste rit. En ik was zeker niet met die uitslag de Ronde van de Toekomst afsluiten. 7e was voor mij niet goed genoeg en ik dacht die rit wil ik alles of niet spelen. Dat werd vooral besterkt door het overlijden van Igor de Kranen die morgen. Met de nationale ploeg waren we doen op de parking in Saint-Jean-Maurienne. En ik weet nog dat Loïc Vliegen mij zei als we naar het podium gingen, ja, Igor de Kranen is overleden. Ik weet nog, het jaar ervoor had ik die een beetje leren kennen in het uitgaan en in de nationale ploeg. En de kampioenschappen eigenlijk. En dat was een beetje een inslag. En ik zat in die koers wel, fysiek, maar mentaal niet. Ik zat met mijn gedachten eigenlijk van, ja, maar hierop kan het leven eigenlijk gedaan zijn. En dat is wel echt triestig. Dan heb ik gewoon op de eerste call alles of niets gespeeld. Ik heb niet nagedacht en ik heb aangevallen. Een van mijn mooiste overwinningen en vooral een enorm lange solo. Maar ik had enorm veel kracht kunnen putten uit, raar om te zeggen, uit de dood van Igor de Kranen. Dan moest ik ook denken aan Christophe Godard ook en aan mijn opa en zo. Dat waren... Ik dacht dat heel veel mensen die overleden waren en ik dacht van kom, die gaan mij allemaal de kracht geven om dat hier vandaag af te ronden. Ja. Voor mij was dat eigenlijk van moeten... Maar dat was ook van, kwam van mezelf. Hè. Dat kwam niet van de... Het werd toch vanuit de pers, was ik zo wat een nieuwe Belgische ronde talent en ronde hoop. En er waren toen heel veel artikels over geschreven en inderdaad, dat werd soms wel... Soms voelde ik daar wel een beetje druk van. Maar ik legde voor mezelf, vooral die ik moet, dat legde ik vooral mezelf op, ja. Ik ben toen prof geworden en uiteindelijk is het allemaal rap gegaan en ook iets te rap, denk ik. Ik heb iets te rap en iets te zwaar programma afgewerkt met onder andere de Ronde van Italië dan direct in 2015. En ik denk dat dat voor een 21-jarige renner veel te zwaar was. Maar ik was ambitieus en ik dacht wel dat ik dat maar aan kon. En dat was toen eigenlijk toen al een keer de eerste crash bij mij bij de profs, de Ronde van Italië, dat ik toen moest opgeven. Dat was voor mij echt nieuw. Omdat ik eigenlijk dacht dat ik gewoon supergoed kon klimmen en zelf bij de profs sowieso ging meedoen bij de best. Maar dan zag ik knikker. Toen werd ik echt geconfronteerd met het niveauverschil tussen profs en beloften. Dat voor mij was wel pijnlijk om daar te moeten afstappen. Ja, ik weet dat ik daar met tranen in de bus nog naar Conto daar heb gekeken die daar won. Dat was wel een droevig moment dat ik dacht van, wauw, dat was mijn droom om met Conto door zo'n rit te kunnen winnen goed rond. En toen dacht ik van, maar misschien is die droom had dat nooit voor mij werkelijkheid kunnen worden. Voor mij was het ook pijnlijk om dat te zien, dat ik daar had opgegeven. En ik was eigenlijk echt kapot. Ik moest zelf overgeven dat ik zo vermoeid was. En ik zag dan dat de koers verder ging op tv en dat ik eigenlijk in de bus zat. Voor mij speelde leeftijd eigenlijk geen rol. Ik dacht, prof is prof en je moet het maar bewijzen. En voor mij was er op dat moment ja, vooral veel negatieve gedachten. In 2017 is mijn lichaam gewoon over een punt gegaan dat het volledig gecrashed was en dat ik echt een volledige reset nodig had. En dat was dan 3-4 maanden zonder koers eigenlijk. Ik was even geen renner meer en dan ben ik eigenlijk heel lang moeten terug opbouwen om renner te worden. En dan ben ik nu nog aan bezig en ik kan die weg terug naar boven om het beste Louis terug naar mezelf naar boven te brengen. De verhalen van die overleden renners, vooral dan Godard en Igor de Kranen, dat waren... Toen was ik nog jong en toen stond ik er niet bij stil. Dat waren voor mij dan accidenten. Maar eerlijk gezegd, in mijn directe omgeving en mijn generatie zijn er heel veel jonge renners overleden. En de dag van vandaag denk ik daar wel aan, ja. Tijdens de koers probeer ik daar weinig aan te denken. Ik moet wel toegeven dat ik op sommige momenten wel bang ben. Motards maken bijvoorbeeld heel bang, omdat ik dat altijd gevaar te vinden in het peloton. Je merkt soms wel, als je met andere renners spreekt, dat er toch wat angst is. Maar in een koers niet eigenlijk. Als je daarover spreekt op training of over het moment dat het rustig gaat, kun je wel voelen dat sommige renners daar ook wel emotioneel van worden en zo en daarvan wakker liggen. Maar eens dat echt om de knikkers gaat, dan is er voor angst geplaatst en dan gaat gewoon de koers verder. Dan is het om het hardst rijden, om het hardst duwen en proberen die koers te winnen. Ja, ja dat is hard, maar dat is de koers. Hè.
Astrid Collinge stond op de ochtend van 27 maart 2016 met haar man en grote liefde Antoine de Moitié aan de start van Gent-Wevelgem. 'S Avonds moest ze in een ziekenhuis beslissen of ze Antoine's organen wou doneren. Een maand later belde ze Christian Prudhomme, de baas van de Tour, met de vraag of ze nog iets kon betekenen in de wielrennerij. En kort daarna mocht ze als verpleegster mee naar Luik-Bastenaken-Luik en de Tour. Quand j'étais petite, je regardais déjà la TV avec mon frère et mon papa. Toen ik klein was, dan keek ik al naar de koers op tv, samen met mijn papa en met mijn broer. Vooral de Tour de France. En op een keer hadden we geluk dat de Tour voorbij ons huis passeerde voor de proloog. Dat ga ik niet gauw vergeten. En vanaf dan ben ik steeds meer wedstrijden beginnen volgen op tv. Et puis Antoine est arrivé dans ma vie d'abord comme ami. En toen kwam Antoine in mijn leven. Eerst als gewone vriend, maar kort daarna werden wij verliefd. Ja, en vanaf dat moment ging ik niet meer naar de koers om de grote vedette te zien fietsen, maar wel om te gaan kijken naar iemand die ik graag zag. En stilaan is het wielrennen belangrijker voor mij gaan worden. Ja, het was niet zozeer mijn dromen, maar wel die van Antoine. Ik vond het vooral belangrijk om er te zijn voor hem en om hem aan te moedigen. En dat deed ik door langs de kant te staan supporteren samen met mijn familie. Ma présence au bord des routes, ouais, avec ma famille et voilà. J'étais sur place parce que justement j'avais déjà raté le 3 à cause du travail. Ja, aangezien dat ik de driedaagse van de pannen al had gemist omdat ik toen moest werken, dan wou ik echt absoluut aanwezig zijn op Gent-Wevelgem. En ik was bijzonder fier dat ik daar was en ik wou niks liever dan Antoine zien voorbij fietsen, maar toen dat peloton passeerde, zag ik Antoine er niet tussen zitten. Ja, nochtans gebeurde het niet vaak, om niet te zeggen nooit, zelfs niet in een peloton van pakweg 140 renners, dat ik Antoine niet zag. Ik zag hem altijd, maar toen dus niet. En ik zei tegen mezelf, ja, dat is niet erg. Hij zal wel een platte band hebben gehad of zo. Hij komt meteen wel aan. Maar toen het de bezemwagen voorbij kwam en Antoine nog steeds niet gepasseerd was, dan begon ik toch een slecht voorgevoel te krijgen. Ja, ik voelde mij echt niet gerust. En op dat moment dan kreeg ik een sms van een vriend die mij vroeg hoe dat met Antoine ging. Ik antwoordde hem dat ik geen nieuws had, dus dat in principe alles oké was. Maar toen kwam er een tweede bericht waarin stond ik hoop echt dat het niet ernstig is. En toen begreep ik er helemaal niks meer van. Ik zei maar nee, waarom? Er is geen reden voor, er is niks gebeurd, ik weet van niks. En dan begonnen er steeds meer berichtjes binnen te lopen, waardoor dat ik helemaal in paniek was. Allee, ja, paniek is misschien zelfs niet sterk genoeg. En ik begon ook telefoontjes te krijgen van teamleden van Antoine, waaronder een van zijn beste vrienden. Ja, die was ook wielrenner bij Wanty, maar op dat moment reed hij een andere wedstrijd, ronde van Catalonië, als ik mij niet vergis. En hij heeft mij toen bevestigd dat Antoine gevallen was. En dan werd ik gecontacteerd door de teammanager. Ik wist toen echt niet wat ik moest doen. Ik was helemaal de kluts kwijt op dat moment. J'étais un peu perdu, franchement. Ça m'a paru une éternité pour finalement entendre que je devais absolument aller sur l'île alors. Het kostte mij ook een eeuwigheid voordat ik te weten kwam waar dat ik naartoe moest om Antoine te zien. En uiteindelijk bleek dat ik naar het ziekenhuis van Lille moest. En daar werd ik ontvangen door de dokter en een andere persoon. Ja, ik wist meteen dat het niet goed was. Als ze met twee zijn om nieuws te brengen, dat is meestal geen goed teken. En ik was echt bang op dat moment. Maar gelukkig nam die dokter de tijd om mij alles tot in het detail uit te leggen, met de juiste medische termen. Ja, ik ben zelf een verpleegster, dus ik wou echt de waarheid kennen en de juiste woorden horen. En ik wou ook dat ze al mijn vragen beantwoorden. J'ai eu la chance qu'il soit disponible pour moi, comme toute. Gelukkig was iedereen er echt voor mij.
het voltallige medische team, echt waar. L'équipe médicale m'a tout de suite autorisé à aller tout près. Ze hebben mij ook meteen de toestemming gegeven om naar Antoine te gaan. Dat moet rond 5:30, 6:00 geweest zijn. En ik ben bij hem gebleven tot 9:50 de volgende ochtend. Toen ik op spoed ben aangekomen, was er eigenlijk al geen hoop meer voor Antoine. Maar hij is pas om 00:00 doodverklaard. En daarna zijn we onmiddellijk alles beginnen regelen voor de orgaandonatie en zo. Dat neemt al snel heel veel tijd in beslag. Je sais pas du tout d'où ça m'est venu. Je crois que c'est parce que je suis infirmière à la base et que ça me mon métier me nourrit. Ja, ik weet niet hoe dat ik daar op dat moment bijgekomen ben. Misschien is het omdat ik verpleegster ben van opleiding, dat ik daardoor aandacht heb voor dat soort dingen. Ja, ik weet nog goed dat ik in de wachtzaal zat van spoed en ik zag een affiche waarop stond denk aan orgaandonatie. En ik dacht toen, oh my, hoe vreselijk moet het zijn om daaraan te moeten denken. Op dat moment kwam het totaal niet in mij op dat ik een paar uur later zelf in die situatie zou zitten. Eigenlijk heb ik daar niet over moeten nadenken. Van zodra dat ze mij vertelde dat Antoine overleden was, was het voor mij een evidentie dat hij zou verder leven in andere mensen. J'étais sur Gent et Wevelgem pour la course. Ik was op Gent-Wevelgem om naar de koers te kijken. Ik weet nog perfect waar ik stond. Ik was daar samen met mijn zus, haar man, hun dochtertje en mijn ouders. En op dat moment, dat deed iets met mij. Ik kreeg een sms'je van Louis. Dat was een heel bizar gevoel, maar het deed wel deugd. En mijn familie had dat meteen opgemerkt. Die zeiden, dat is raar, waarom lacht jij? Want ja, dat was voor mij een hele moeilijke dag. Dus het verbaasde hen dat ik plots glimlachte. Ik zei, dat was Louis Vervaken. Die stuurde net een keilieve sms'je. Ja, en toen ik dat bericht kreeg en later, toen Louis echt deel ging uitmaken van mijn leven, hebben mijn familie en mijn beste vrienden hebben echt het verschil gezien. Ik vond vroeger niks leuker dan lachen. Ja, op school kreeg ik trouwens vaak notas in mijn agenda omdat ik te veel lachte. Maar sinds Louis is die vreugde, die is er opnieuw. Ja, ik kan echt terug tranen met tuiten lachen. En daarvoor waren het tranen van verdriet. Maintenant, je peux de nouveau pleurer de rire. Avant, je pleurais de tristesse. Toen Corinne Poulidor een klein meisje was, moest ze haar vader Raymond 11 maanden per jaar delen met heel Frankrijk. Ze waren gek van hem. Alleen in januari was Poupou fulltime papa. Ze sloot met haar mama Giselle een verbond tegen de wielersport. Trouw nooit met een wielrenner. Maar toen kwam ze Adrie van der Poel tegen. En de koers liet haar nooit meer los. Als Mathieu van der Poel aankomt in Hamme voor de Flandrien Cross, staan de fans hem op te wachten. Voor lui assez difficile. Mathieu heeft de tranen in zijn ogen en de moed in de schoenen. Hij heeft geen zin in schouderklopjes, in selfies, handtekeningen, nee. Vandaag niet, laat me alsjeblieft met rust, denkt hij. Het was echt heel moeilijk voor hem. Al zijn fans stonden op hem te wachten bij de mobiloom en hij had er echt totaal geen zin in. Maar hij slikt en doet het toch, met een glimlach. En heeft hem zoiets schoons gezegd. Hij zei, ik ga het toch doen, want ik wil zoals papi zijn. Even vriendelijk en even populair als papi. 4 dagen geleden is Mathieu's opa, zo'n papi, Poupou, de grote Raymond Poulidor, overleden. Mijn vader, zijn leven was fietsen. En tot op het einde heeft hij zijn leven geleefd met die passie. Vorig jaar, tijdens de Tour de France, ging het niet zo goed met hem. En dat was het begin van zijn ziekte. Zijn hart was gewoon op. Maar hij heeft zijn passie tot op het einde van zijn leven kunnen beleven. En ik denk dat dat voor hem op een bepaalde manier ja, een mooi einde was. En quelque part,
een bon fin de vie, je veux dire. Corinne Poulidor, dochter van Raymond en vrouw van Adrie van der Poel, is nu bezig aan het derde hoofdstuk van haar leven aan de zijde van een renner. C'est vrai, j'ai été la fille. Ja, dat is waar. Ik was en de dochter en de vrouw en de moeder van een wielrenner. En de rol die mij het meeste bevalt is zonder twijfel die met mijn kinderen. Avec mes enfants. Als kind vond ze het heel wat vervelender te zien hoe de koers tussen haar en haar vader stond. Mon père m'a quelquefois manqué, oui. Ik heb mijn vader soms wel gemist, ja. Hij was niet echt veel thuis. En elke keer als hij dan thuis kwam, moesten we er ook weer aan wennen dat er ineens een vader in huis was. Ja, dat was niet altijd gemakkelijk. Ja, een peu difficile. Te zien hoe haar moeder zich moest wegcijferen voor Raymond. Ma mère restait aussi à la maison. Mijn moeder bleef thuis om ons op te voeden, hè. Ah, ja. Te zien hoe de koers hem zelfs na zijn carrière helemaal opslorpte. In het begin was ik blij dat mijn vader gestopt was met de koers. We gaan hem eindelijk wat meer thuis hebben, dacht ik. Maar na zijn carrière was hij minstens evenveel weg. Dus het veranderde niet veel. En dus zwoer Corinne een dure eed. J'avais toujours dit, je ne me marierai jamais avec un cycliste. Ik heb altijd gezegd, ik ga nooit mijn coureur trouwen. En ja, voilà, kijk, dit is toch gebeurd. Hè. Et c'est quand même arrivé. Corinne had gezien hoe vrouwen en kinderen in de tijd van haar vader niet welkom waren op de koers. Ma mère n'allait jamais aux courses parce que d'abord c'était pas dans la mentalité. Mijn moeder ging nooit naar de koers omdat in de eerste plaats dat werd toen niet gedaan. Vroeger waren de vrouwen niet welkom op de koers. Goed. Die bleven ook thuis om voor ons te zorgen, natuurlijk. De mentaliteit in de koers vroeger, familie en kinderen werden niet geaccepteerd. Ik bedoel, de sportdirecteuren, voor hen draaide alles om de renners. En vrouwen hadden daar gewoon niks te zoeken. Maar dan, op reis, op Martinique, komt de jonge Corinne Adrie van der Poel tegen. En moet ze zich afvragen of ze voor zichzelf hetzelfde leven wil als haar moeder. Eén jaar nadat ik Adrie leerde kennen, ben ik gestopt met studeren om samen met hem in België te komen wonen. In feite had ik wel spijt dat ik niet verder gestudeerd heb en dat ik geen job had die aansloot bij mijn studies. Ik heb een beetje dezelfde fout gemaakt als mijn moeder, ja. Hey, pas op, ik heb nergens spijt van, hoor. Maar mijn studies had ik eigenlijk wel kunnen afmaken, ja. Voor ze het weet, is Corinne naast wielerdochter en wielervrouw nu ook wielermoeder van twee koersende zonen, David en Mathieu. De ene al wat succesvoller dan de andere. En tant que mère... C'est des fois difficile. Als moeder is het soms moeilijk om te zien hoe gemakkelijk Mathieu wint en... Ja, hoeveel moeite David ervoor moet doen. Als moeder kijk je altijd naar het kind dat het moeilijker heeft. Voor mij is de ideale koers als allebei mijn zonen goed hebben gepresteerd. Ideaal is quand les deux ont un bon résultat. Het hoogtepunt, dat is niet zo moeilijk. De miraculeuze overwinning van Mathieu in de Amstel Gold Race. Gaat hij de Amstel Gold Race winnen? Het is toch niet waar? Het is toch niet waar? Het is wel waar! Het is van de poel! Toen ze zelfs haar man Adrie van een andere kant leerde kennen. C'est vrai qu'Adrie... Adrie, dat is niet iemand die gemakkelijk zijn gevoelens toont. Maar soms kan hij ze dan ook weer niet wegsteken. Tijdens de Amstel Gold Race had hij tranen in zijn ogen. Dat had ik nooit eerder gezien. En als het al eens wat minder ging, zoals tijdens het WK, dan neemt de moeder de bovenhand op de supporter. Het championnat du monde, c'était tout le contraire de l'Amstel. Het wereldkampioenschap was tegenovergestelde van de Amstel Gold Race. We stonden aan de aankomst en we waren er zeker van dat Mathieu zou winnen. Tot er niemand meer iets over hem zei. Ook op het scherm was geen Mathieu te zien. Het eerste wat ik dacht was, oh nee, ik hoop dat hij niet gevallen is. Toen hoorde ik dat het maar een hongerklop was. En dan dacht ik direct, oké, het is niks. Hij is niet gevallen. Voor mij is dat veel belangrijker dan winnen. De Van der Poels,
moeten het sinds die 19e november dus zonder hun grootste supporter doen. Oui, je vois mon père dans mes enfants. Ja, ik zie mijn vader in mijn kinderen, ja. Vooral in het gemak waarmee Mathieu rijdt en in het karakter dat David toont. Altijd opnieuw opstaan na nederlaag of valpartijen. Altijd blijven doorgaan op karakter. Toujours continuer. Raymond stond 8 keren op het podium van de Tour, maar won nooit. Zag hij in zijn dromen zijn kleinzoon realiseren waar hij zelf nooit in slaagde? Mijn vader heeft nooit gezegd, jij gaat de Tour winnen of jij gaat ooit nog... Nee, daar praatte hij nooit over. Voor hem was wat er vandaag gebeurt van belang en plezier hebben in wat je nu doet. Ik denk dat zowel mijn vader, Adrie, als David en Mathieu erin geslaagd zijn. Allee, dat ze echt plezier hebben in wat ze doen. Je sentais qu'elle voulait être avoir quelque chose pour être connectée avec moi, je pense. Parce que je me souviens que tu avais dit une fois, je suis peur si t'arrive quelque chose quand on a rien qui nous connecte. C'est comme j'étais rien dans ta vie. Alors là, j'ai vite décidé de demander au mariage, je pense. J'étais appelé par l'équipe pour aller faire Hambourg. Et puis après, en revenant, le lendemain, j'avais un jour de repos. Et j'avais décidé d'aller marcher sur un endroit qui était spécial pour Astrid, où elle aimait bien aller à Gérone. En revenant d'Hambourg, j'étais allé chercher mon bague. Et après, on a marché comme ça, en jogging, avec la bague dans mon poche. Bien sentir tout le temps que je ne la perdais pas dans les bois. Et là au-dessus, sur le château, j'ai demandé, oui. C'est le moment que tu peux exprimer vraiment ton amour pour ta femme et que tu peux le montrer à tes proches. Ça, c'était le plus important, je trouve, dans le mariage. Doe dat al zo 2000... Oh, is dat echt? Ja. De eerste fase 2300. En dan nog een keer de gymnastiek uit het bedden. En doe dat dan nog een keer 300 of 400 mee. Dat is voor de losers aan de voeten. Dat is mijn vrouw. Zo 2007 is overleden. En ik kan hem me dat ik overstellen. En dat komt de reden dat ik niet bij mijn ouders heb ik weer geweest, eigenlijk. Zo, mijn ouders, 's morgens, moesten om 5:30 al vertragen. De voeten naar de razen voor op de bus te staan. En kwam s'avonds thuis. Zuster goed voor te eten en te slaan. Zo kan ik het moet zeggen. Maar van de zaterdag en de zondag contact met mijn ouders moest ik anders dus altijd alleen in mijn plank dragen. Nee. En nu moet ik op mijn plank dragen. En dat is dat ik er like, beter over kan. Omdat ik altijd zelf moet veel alleen gaan doen. Nee, en meer. Je pense que pour mes fils, Mathieu et David, que c'est important qu'on soit derrière
et que tous les dimanches, allez, en cyclocross, parce qu'en route et en mountain bike c'est un peu différent, mais qu'on se retrouve tous les week-ends en famille, et c'est vraiment, oui, un moment familial. Mathieu est très extraverti, il a beaucoup de caractère, il peut vraiment se faire mal sur le vélo. David est beaucoup plus calme, plus introverti, mais il a aussi beaucoup de caractère. En quelque part, David a encore plus de caractère parce que pour lui, c'est pas toujours facile, quoi. Met start nummer 1, regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel. Met start nummer 5 voor Nederland, David van der Poel. En tant que mère, c'est des fois difficile de voir Mathieu qui gagne normalement assez facilement, pas tout le temps, mais. Et David qui a plus de mal, qui. Et en tant que mère, on va toujours vers celui qui a le plus de mal, quoi. Mais il n'y a aucune jalousie ou aucune concurrence. Je ne peux pas dire concurrence puisque malheureusement Mathieu est toujours devant. Donc, je trouve ça dommage des fois de ne pas, les voir tous les deux devant pour vraiment faire la course. Quoi. Er werkt nu een jonge gast bij ons, Filip Jansen. En die is zo goed en die heeft zo goed contact met de renners. Die hebben dezelfde interesses. Dat is normaal, hè. Die is 30 jaar, die gaat naar de Kamer. Ja, die kan over dezelfde interesses meespreken. Die kan over... Die werkt op een manier van spreken. Die speelt spelletjes op hun smartphone samen. Dat is normaal, hè. Ik weet een tijd van Johan en Tom was het ook nog zo. Je bleef daar soms een half uur op de kamer zitten, hè, en je praatte over alles. Hè. Over het leven buiten de koers, over uw interesses, over hun interesses. Ook over situaties thuis en die dingen. Ik ben voor de meeste en voor veel renners een klankbord. Hoewel dat je nu wel begint te voelen dat die leeftijd, moet daar eerlijk in zijn, het is ongeveer het moment van te stoppen. Ik was vorige week op stage met de ploeg dan. Ik denk dat mijn meest professionele december stage ooit is dat ik heb gedaan. Het start goed. Ik start op nog niveau eigenlijk. Maar eigenlijk rustige wintertraining, als ik de testen zag ook en zo. En ook mentaal, in de ploeg zit ik goed. Oui, à fond. Ça change très fort. Il pleure pas chaque nuit. Non, il est super confiant, il est de bonne humeur. Au niveau du moral, c'était parfois un peu compliqué. Et maintenant pas, il est vraiment super motivé. Il sent que l'équipe a confiance en lui et je crois qu'il est impatient de pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre. Ouais. Exfoliëren me goed, door morgen ongeveer een uur gymnastiek. En ik heb mijn eten van OCM mee in de week. En de zaterdag en de zondag trek ik mijn plan. Ja, ja. Als dat mijn lid, als ik er baas van ben, ga er niet mee lachen, gaan ze dit niet goed moeten dragen. Nee. Dat is toch dat nog bij de deur, want als ze ermee zien en een beetje voor de klant en doen, zeggen ze dan, oh, hey,
alleen tot hij 100 jaar werd. Ja, ja. Dat zou maar bok in een rolstoel gezien zijn, ook al roken. Dat ik hier ook bij moet. Ik ga er niet eens op, maar zie ik. Ja. Voor twee personen. Kijk, het zegt lekker nederst. Tralala, Kochsken is de kampioen. Wie kan dat beter doen? Het is de winnaar van Parijs-Niza. Hoera, hiep hoera. Shiboom. If I could take you up in paradise of flowers. Shiboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shiboom, tra-la-la. Life could be a dream. Shiboom. If only all my precious plans would come to you. Shiboom. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hallo, ik ben Johan Bruineel. Jullie kennen me waarschijnlijk als ex-wielrenner en ex-ploegleider van onder andere Lance Armstrong. Maar vandaag zit ik hier om een ander verhaal te vertellen. Ik ben het mooiste voorbeeld van iemand die op een bepaald moment on top of the world was en er dan in iedere keer van die een top naar beneden gerold is aan een waanzinnige snelheid en ben eigenlijk tot heel, heel, heel beneden gerold. En dan kom je tot de constatatie dat je eigenlijk alleen op de wereld staat. Hè. Vanaf het moment van de publicatie van dat rapport tot vandaag zijn er zeer veel zaken gebeurd. Het heeft mij ook mijn huwelijk gekost. Maar anderzijds heb ik ook geleerd om het even hoe slecht je denkt dat je situatie is. There is always a next level. Naar boven toe en naar beneden toe. Spijt van doping is zeer moeilijk. Voor mij is het een zeer moeilijke vraag. Ik heb eigenlijk het meeste spijt heb ik van onze arrogantie en van de manier waarop dat we ons gedragen hebben. Ik denk zelf dat doping niet wegdenkbaar was en misschien nog altijd niet. Dus ja, het is een moeilijke vraag. Ik heb spijt dat we in een bepaalde tijdperk waren, waar het eigenlijk een kwestie was van oké, dit is het en dat wordt er gedaan. En wil je hierin verder blijven, dan is dat hetgene wat er moet gebeuren. Het was niet anders. Hij heeft het imago meegekregen van arrogant en afstandelijk en
narcist, heb ik soms gehoord. Het is niet altijd even makkelijk. De roem is soms zeer moeilijk om mee om te gaan. Maar als je mij de vraag stelt, is hij een goed mens? Mijn ervaring met hem is dat hij een goed mens is, ja. We zijn zeer, zeer veel in contact gebleven, nog altijd. We hebben zeer veel gehad aan elkaar. Ik ben er geweest voor hem en hij is er geweest voor mij. Wanneer ik hem wanneer ik echt in de penarie zat. En er zijn veel momenten geweest waar ik echt zeer, zeer in de penarie zat. Dan was hij er. En was zonder twijfel of zonder aarzeling. Hier ben ik. En wat kan ik doen? Wat heb je nodig? En omgekeerd ook. En ik denk dat dat eigenlijk onze band nog versterkt heeft. Het is natuurlijk een grote levensles geweest. Ik ben een heel andere persoon. 20 jaar ouder in ieder geval. En 20 jaar wijzer. Soms heb ik gevoeld dat ik echt in een diepe put zat en dat ik er misschien nooit meer uit zou raken. Ik heb medische hulp gekregen, zowel op psychisch als fysisch vlak in die hele periode. En soms heb ik iemand tegengekomen die zegt, ja, het is een wonder dat je nog recht staat. Als ik alles bekijk, er zijn natuurlijk zeer veel aspecten dat ik liever niet zou hebben beleefd of niet zou hebben gedaan of niet zou hebben meegemaakt. Maar uiteindelijk, als ik nu bekijk wie ik ben als mens en waar ik sta en hoe ik het leven bekijk, dan ben ik eigenlijk wel fier op mezelf.